Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. De temperaturen van vanmiddag in Europa laten zien dat het in het noorden van Scandinavië nog steeds enigszins winters is. Ook in het Alpengebied was het lekker koud met sneeuwval in Oostenrijk. Maar in het zuiden van Europa begint het langzaam wat op te warmen, met name in Spanje en Portugal. Vandaag nog geen temperaturen van 20 graden op uitgebreide schaal, maar morgen wel. Als het enigszins mee zit, wordt het ook in Bordeaux 20 graden. De lente komt dus langzaam dichterbij. Maar de winter heeft zich nog niet helemaal gewonnen. Op de weerkaart van Europa zien we een groot hoge drukgebied precies boven Nederland liggen, met een uitloper naar Scandinavië. Nou, het hoge drukgebied gaat richting Scandinavië trekken, maar echt slecht wordt het bij ons niet, want een nieuw hoge drukgebied vanuit het Azorengebied komt daarna weer onze kant op en zorgt ervoor dat echt slecht weer ons niet gaat bereiken. Waar het wel slecht weer wordt is het in Griekenland en Turkije. Daar gaan de komende dagen stevige regenbuien vallen, in de bergen ook sneeuw. En dan krijgen we langzaam te maken met regengebieden die boven de Zwarte Zee gaan ontstaan daar. En dan met een bochtje zo naar Nederland gaan trekken. Misschien zaterdagavond en anders zondag krijgen we daarmee te maken. Zullen we het nog even in beweging zetten? Dan zien we dat het hoge drukgebied langzaam van Nederland zich verplaatst naar Scandinavië. Maar de luchtdruk blijft in onze omgeving hoog. Lage drukgebieden boven de oceaan, maar de regen komt niet veel verder dan Ierland, Engeland en Schotland. Londen bijvoorbeeld blijft droog. En vrijdag dan een regengebiedje boven Frankrijk, ook dat bereikt ons niet. En dan zien we vanuit de Zwarte Zee al wel het regengebied via Polen langzaam onze kant op komen. De bijbehorende wolkenvelden die zitten nog wat verder naar voren en die kunnen in de loop van vrijdag het land binnentrekken. Dat is nog een beetje onzeker. Maar eerst vanavond. Vanavond hebben we vrij heldere omstandigheden. Temperaturen liggen halverwege de avond rond 4 graden en de wind is rustig. Niets aan de hand dus. In de nacht kan er lokaal een mistbank ontstaan. Oosten en noordoosten maken daar de meeste kans op. En het gaat op veel plaatsen weer licht vriezen. Wordt dus niet zo mistig als afgelopen nacht. Kijken we dan naar morgen overdag. Nou, na het optrekken van de nevel en de mist is het schitterend weer. Flinke zonnige periode, amper een wolkje aan de hemel. 10 graden in Groningen, 13 graden in het westen van Brabant en in Zeeland. In de loop van de dag steekt er wel een stevige oostenwind op, 3 tot 4 beaufort. Die zorgt ervoor dat het in de wind toch wat frisser allemaal aanvoelt. Maar uit de wind en in de zon is het morgen echt een topdag. Vrijdag, dan krijgen we te maken met de wolkenvelden vanuit het noordoosten. Hoe talrijk die zullen zijn is nog erg lastig te bepalen. Er zijn modellen die alles laten oplossen en er zijn modellen die het hele land onder de bewolking laten komen. Voorlopig ga ik ervan uit dat het noordoosten de minste zonneschijn krijgt, daar 6 graden. En het zuiden de meeste zon en daar 8 of 9 graden. De oostenwind neemt nog wat verder in kracht toe. Ook zaterdag een stevige wind. Droog, geregeld zon en dan in de namiddag of avond vanuit Duitsland mogelijk regen. En zondag is die kans op regen en motregen nog wat groter. Het zijn kleine hoeveelheden. Het zorgt er wel voor dat het een grijze dag wordt met temperaturen van 6 à 7 graden. De dip van het weekend is wel de enige dip, want daarna gaan de temperaturen weer omhoog. Worden duidelijk zachter. Volgende week woensdag en donderdag weer temperaturen tussen de 10 en de 15 graden. Dan hebben we opnieuw te maken met vrijwel droog weer, geregeld zon en heerlijke temperaturen. En als we kijken naar de kans op sneeuw voorlopig, nou, dan mogen duidelijk zijn dat die er niet is. Pas helemaal aan het einde van de periode neemt de kans op sneeuw weer toe. Dat maakt duidelijk dat de lente er nog niet echt is, dat de winter ook nog niet helemaal is afgeschreven. Maar echt winterweer, dat verwachten we voorlopig niet. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza en ik wens u morgen een heerlijke zonnige dag toe.